Hey allemaal, wat leuk om jullie op deze manier nog weer een keer te ontmoeten, alhoewel we elkaar natuurlijk niet live zien. Leuk inderdaad dat de kids van zowel Hilversum als de kids van Huizen op deze manier toch een beetje mee kunnen doen met de programma die we eigenlijk in de kerk hadden willen draaien. Ik was natuurlijk voordat we niet meer naar de kerk gingen heel vaak bij de kids in Hilversum en heel veel kinderen hebben gezien dat mijn buik langzaam dikker werd. Inmiddels is mijn buik niet meer zo dik en hebben we een hele mooie zoon gekregen. En ik dacht, jullie vinden het vast leuk om hem heel even te zien. Dus kijk, daar is onze zoon. Oeh, zijn been gaat er even uit. Kijk, moet je even kijken. Hallo allemaal, ik ben Juda. Nou, vinden jullie hem niet prachtig? Wij zijn natuurlijk helemaal verliefd op onze mooie man. Nou, en ik heb van jullie ook een heel leuk cadeautje gekregen, want hier is Eva bij mij geweest aan het raam. En die had een mand mee. En in die mand zaten allemaal rompertjes die jullie hadden gekleurd. En dat vind ik echt superleuk. Dus als hij volgend jaar een beetje in de winter en rond dat hij 1 jaar is, ga ik al die rompers aantrekken. En dan ga ik foto's van maken en dan ga ik het jullie tegen die tijd laten zien. Enorm bedankt, superleuk. En nou, nu gaan we verder met de les voor deze zondag. En die gaat over Gods familie. En het leuke aan digitaal is dat je mij op pauze kan zetten. Nou, dat is natuurlijk iets wat in het echt niet kan. Het zou je soms misschien best willen, maar helaas. Maar nu kan het. Dus ik heb 2 dingen bedacht. De eerste is, ik ga zo meteen een paar Bijbelteksten lezen. En ik dacht, misschien vind je het leuk om de Bijbelteksten ook zelf mee te kijken en op te zoeken. Dus ik heb ze even op een briefje geschreven. Ik hou het briefje in beeld. En dat is het moment dat je op pauze kan drukken. Dan kan je je Bijbel erbij pakken en dan kan je even die 3 teksten opzoeken en iets ertussen leggen. En als we dan in het verhaal bij die teksten zijn, dan kan je met me meelezen. Dus dit zijn de 3 teksten die we gaan lezen met elkaar. Nou, dus dan had je nu de tijd denk ik om op pauze te drukken. Of je leest niet mee in de Bijbel, dan lees ik ze gewoon voor. Dat kan natuurlijk ook. Maar we gaan het dus hebben over Gods familie. En ik heb het een beetje opgeschreven, dus af en toe kijk ik naar beneden toe. En de eerste zin is dan, weet jij hoeveel God eigenlijk van je houdt? Hij heeft jou gemaakt om bij zijn familie te horen. En om in de eeuwigheid met hem samen te kunnen leven. Het is zelfs zo dat God alles gemaakt heeft om met hem te leven. Hij heeft de hele wereld gemaakt, alle engelen, de geestelijke wereld en natuurlijk ons allemaal. En het was Gods plan eigenlijk geweest om alles wat hij had gemaakt te combineren om zijn eeuwige familie te zijn. En daarover gaan we een stukje lezen in de eerste Bijbelvers. Dat was 1 Johannes, hoofdstuk 3, vers 1 tot 3. En daar staat: Bedenk hoeveel de Vader van ons houdt. Zijn liefde voor ons is zo groot dat hij ons zijn kinderen noemt. En dat zijn we ook. Maar de mensen die bij de wereld horen, begrijpen niet dat wij Gods kinderen zijn. Dat komt doordat ze God niet kennen. Lieve vrienden, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we later zullen zijn, weten we nog niet. Maar we weten wel dat we op Jezus zullen lijken als Hij terugkomt. Dan zullen we Hem zien zoals Hij is, als de hemelse Christus. We moeten erop vertrouwen dat God die dingen zal laten uitkomen. Wie daarop vertrouwt, is heilig, net zoals Jezus Christus heilig is. En dat is eigenlijk hoe God het had bedoeld. God had het bedoeld dat alles heel was. En daar is ook iets grappigs. Ik heb hier zo 3 vormen gemaakt van Duplo. En dat kan van Duplo of van Lego. Maar ja, wij hebben nog geen Lego in huis. Dus ik heb het van Duplo gebouwd. En dat is nu heel. En als je het leuk vindt, dan kan je een vorm of alle vormen uitkiezen. Dan moet je ze even goed bekijken. Dus misschien moet je dan weer even op pauze drukken. En daarna gaat het verhaal verder. En dan gaan we zo meteen gaat het kapot. Dus dan halen we het figuur uit elkaar. En dan kan je proberen om met de onderdelen die je dan daarvoor gebruiken mag, het vormpje na te maken. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Maar in ieder geval, ik ga eerst de hele figuren laten zien. Ik heb 3 verschillende, makkelijker en moeilijker. Dit is denk ik een relatief makkelijke. Deze vorm. Als je hem langer wil bekijken, moet je dus even op. Oh, ik zal hem even draaien, zie ik. Ik krijg een stille hint van de cameraman. Als je hem langer wil zien, moet je hem even op pauze zetten. En dan kan de cameraman even filmen de benodigdheden voor dit figuur. Dat zijn 9 blokjes van 4 puntjes en 2 blokjes van 8 puntjes.
Dan heb ik een iets moeilijker figuur, denk ik zelf. Maar ja, jullie gaan het uitproberen. Dat is deze. Nou, die kan je ook op pauze zetten als je wil. Wat je daarvoor nodig hebt, zijn 4 blokjes met 8 punten en 4 blokjes met 4 punten. Nou, en voor de enthousiaste bouwers onder ons heb ik ook mijn best gedaan. Ik weet niet of het na te maken is, maar jullie zijn er vast super goed in. Kijk, dit is het bouwwerk geworden. Even kijken, want ik heb maar 1 hand. Zo. En nog de onderkant, als die in elkaar blijft. En misschien de bovenkant dat jij die nog kan doen. Hier heb je wat meer voor nodig. Je hebt 3 blokken met 12 puntjes nodig. Dan heb je 8 blokken met 8 puntjes nodig. En 9 blokken met 4 puntjes. Dat kan dus ook van Lego. Het hoeft echt niet van Duplo. Maar zorg dat je al die benodigdheden bij elkaar hebt. En nou ja, ga klaarzitten. Had mij even op pauze zet of zet me even op pauze. Zorg dat je alles hebt. En dan tijdens het verhaal mag je gewoon proberen om, als het figuur dus kapot gaat, om het dan weer heel te maken. Want deze figuren, die zijn nu heel. En God had ook bedoeld dat zijn familie heel zou zijn. Dus dat iedereen met elkaar, de engelen en de hele wereld zoals hij dat gemaakt. En de mensen en de geestelijke wereld, dat die allemaal bij elkaar gewoon eigenlijk bij zijn familie zouden horen. En maar helaas is het gebeurd dat Adam en Eva niet naar God hadden geluisterd. En daarom werden zij uit Gods tuin weggestuurd. Adam en Eva hadden het dus eigenlijk verknald. Maar wij hebben het eigenlijk ook wel eens verknald. God houdt zoveel van ons dat hij ons niet losgelaten heeft. En vanaf het moment dat Adam en Eva uit de tuin werden gestuurd, heeft God iedere keer een verbond gesloten met zijn mensen. Om het voor elkaar te krijgen dat iedereen weer terug kon komen bij zijn familie. Om bij elkaar te horen. En een verbond is voor sommige kinderen misschien nog een beetje een moeilijk woord. Maar een verbond is eigenlijk dat je een soort deal sluit. Dus God die sloot een deal met de mensen. En dan heb je een paar voorwaarden. En als je dan kan je weer bij zijn familie horen. En God beloofde dat we dus terug konden komen in zijn familie. Maar we moesten hem daarvoor wel gehoorzamen en vertrouwen. En één van de belangrijkste... Oh, dat vergeet ik nu natuurlijk. Doordat Adam en Eva niet hadden geluisterd, is dus de familie kapot gegaan. Want ze werden uit de tuin gestuurd en ze konden niet meer bij de familie van God echt in het dagelijks leven horen. Dus kapot. Dus jullie mogen nu gaan proberen om dat vormpje weer heel te maken. Want nu is de familie stuk. En nu is het de bedoeling of het jullie lukt om in mijn verhaal het voor elkaar te krijgen om die mooie bouwwerken weer in heel te krijgen. En een van de belangrijkste verbonden uit de Bijbel die God heeft, gesloten is eentje met Abraham. Misschien kennen jullie dat verhaal ook wel. En dat is het tweede stukje van de Bijbel waar we het over Bijbeltekst. En dat staat dan in Genesis. Genesis 12 vers 1 tot 3. En daar staat: de Heer zei tegen Abraham: ga weg uit je eigen land en ga van je familie. Ik zal je zeggen naar welk land je moet gaan. Ik zal je zoveel nakomelingen geven dat ze een groot volk worden. Ik zal je rijk en gelukkig en beroemd maken. Jij zult ook anderen gelukkig maken. Als de volken op aarde elkaar geluk toewensen, zullen ze zeggen: ik hoop dat je net zo gelukkig wordt als Abraham. Ik zal goed zijn voor de mensen die goed zijn voor jou, maar de mensen die jou slecht behandelen, zal ik straffen. En dit was het verbond om weer terug te kunnen komen bij Gods familie. We moesten God vertrouwen en gehoorzamen. Abraham ook, want hij moest natuurlijk weg uit zijn eigen land. En daarin had je heel veel vertrouwen nodig. En hij moest echt gehoorzamen wat God tegen hem zei. Maar vele jaren later verknalden we het weer. Israël, Gods familie, die keerde zijn rug toe naar God. En ze braken met de deal die ze eigenlijk met God hadden afgesproken. Maar gelukkig liet God ons nog steeds niet los. Nu was er een mens nodig die de deal met God wel kon waarmaken. Om zo terug te kunnen komen bij Gods familie. We hadden iemand nodig die perfect kon gehoorzamen en vertrouwen. En wie kan dat nou beter dan dat Jezus dat heeft gekund? Jezus kwam naar de aarde dankzij het voorbeeld van zijn leven, zijn dood en zijn opstanding. Zijn onze zonden vergeven. En kunnen wij weer bij Gods familie horen in zijn koninkrijk. Dus dan, dankzij Jezus is de familie weer heel.
Dus nu is de vraag, is het jullie gelukt om in deze tijd dat bouwwerk in elkaar te krijgen? Of zijn jullie nog een beetje aan het puzzelen? Nou ja, weet je, ik kan het toch niet controleren. Dus stel dat je nog aan het puzzelen bent en je vindt het leuk, puzzel vooral door. Want ik heb nog een stukje tekst. We gaan nog een stukje lezen uit Colossense. Colossense 1, vers 13. Even kijken waar die stond. Die staat hier. Daar staat over, hij redde ons allemaal uit de macht van het kwaad. En hij bracht ons in de nieuwe wereld van zijn Zoon Christus, van wie hij zoveel houdt. Jezus heeft ons van de duisternis gered. En God heeft ons teruggebracht in zijn koninkrijksfamilie. Nu kunnen we leven in Gods familie voor eeuwig.